180 leerlingen die samen muziek maken. Het gebeurt deze dagen tijdens het voorjaarsconcert van het Parsifal College dat gehouden wordt in de grote zaal van de Oosterpoort. Het concert is een jaarlijks terugkerend initiatief waarbij leerlingen kunnen laten horen wat ze in hun mars hebben en waarbij het programma een mix is van pop en klassiek, maar er ook ruimte is voor zelfgeschreven liedjes zoals we hier horen. Het liefste wil ik het vergeten, wil er niets meer over weten, ik wou dat het nooit meer was. Ja, die zijn speciaal voor dit concert geschreven en iedereen heeft er een eigen betekenis aan gehangen, dus dat is wel het mooie van de 9e klas, dat iedereen zijn eigen verhaal vertelt. De dingen die we samen zagen, blijf je altijd bij je dragen, de herinnering van toen. De eerste gaat over waarom je graag vroeger zou willen, dat het vroeger was. Omdat je sommige dingen die zijn leuk en sommige dingen die zijn minder leuk en sommige dingen wil je overnieuw doen en daar gaat het eerste liedje over. Het klinkt ontzettend soepel, maar ik kan me voorstellen dat er ontzettend hard geoefend is de afgelopen weken. Ja, we hebben echt heel hard eraan gewerkt. Echt elke ochtend, eerste 2 uur, nou niet elke ochtend, maar heel veel ochtenden hebben we gewoon super hard eraan gewerkt. En ja, er is wel echt iets heel moois uitgekomen. Zou je bang zijn? We zijn een vrije school en daar leren we niet alleen maar uit boeken. We leren natuurlijk voor een examen, want dat moet. Maar wij vinden het belangrijk dat hoofd, hart en handen aangesproken worden. En in de muziek is dat eigenlijk allemaal verenigd. Heel veel kinderen die vinden het gewoon leuk om met muziek bezig te zijn. En ze hebben misschien zelf iets thuis hebben om op te spelen. Maar als het gewoon met zo'n school wordt gedaan met zoveel mensen. En dan hoor je ook, je hoort ook gewoon hoe mooi het klinkt. Ook bij de 8e klas, als je met z'n allen tegelijkertijd op de djembe zal afslaan. En je hoort gewoon het geluid langzaam wegvagen, dat is prachtig. En dan krijgt iedereen krijgt daar wel een kick van. Ten piedad de nosotros. Het podium is inmiddels ingenomen door leerlingen uit de 3 hoogste klassen die een klassiek stuk oefenen. De bovenbouwklas zingt een klassiek stuk, ik weet niet precies wat. Maar de 8e klas doet dan met percussie en wij doen dan de liedjes. De 7e klas die zingt popliedjes en dan komt weer het bovenbouwstuk, die zingt weer klassiek. Heel veel ouders gaan er naartoe en denken dat het een klein dingetje is waar een paar mensen een beetje liedjes aan het zingen zijn. Maar het is heel ingewikkeld, want het zijn echt met meerdere stemmen en met ook echt gewoon klassieke muziek. En met hele mooie drumstukken die hartstikke origineel en leuk bedacht zijn. We zien vooral blij kinderen die hun talenten zou willen laten zien. Bijvoorbeeld het zingen, hun ritme. Zou je bang zijn om foutloze fouten te maken? Maar het meest bijzondere is misschien nog wel dat het concert gewoon in de Oosterpoort wordt gehouden. Nou, dat is een noodgedwongen keuze, maar wel een hele mooie. Omdat we op school geen plek hebben om 880 leerlingen en dan nog hun publiek ruimte te bieden. Ja, heel cool. Toen ik voor het eerst hier ging optreden met de 7e klas, toen dacht ik echt van wow, ik sta gewoon nu op het podium van de Oosterpoort. Dus dat was wel echt heel erg vet. Klinkt ontzettend enthousiast. Je bent ook gedreven met dit hele project bezig. Ik kan me zo voorstellen dat jij misschien wel doorgaat in de muziek. Ja, ik zit erover na te denken. Ik vond het heel erg moeilijk om mijn kant om te kiezen natuurlijk. Maar ik speel ook zelf piano en ik vond het inderdaad heel erg leuk om een liedje te schrijven. Dus misschien, wie weet, je zou het misschien zien. En dan zijn jullie de eerste die mij beroemd hebben gemaakt blijkbaar. Het voorjaarsconcert werd gisteravond voor het eerst gegeven. Met het concert van vanmiddag en vanavond is het drieluik compleet. Mensen die vanavond nog naar de Oosterpoort willen, die hebben overigens pech. De concerten zijn volledig uitverkocht.